Nou, G, ik ga nooit meer wisselen van Mol dit seizoen, want dat gaat niet heel best. Nee, geen goede ervaringen mee zo te zien. Nee. Ik. Of goede ervaring moet ik eigenlijk zeggen. Nee, ik. Weet je wat het is? Ik wil de hele tijd dat het Kim Lian is. En dan eigenlijk ook weer niet, want ik wil haar niet verdenken. Maar ik ben er wel gewoon bijna zeker van dat ze het nu is. Ja. Het wijst er Het is wel goed gewoon te naar. duidelijk of Ja. zo. Maar ja, ik snap je. Ik zou het zo zonde vinden, omdat het zo obvious is dan of zo. Maar ja, weet je. Kijk, en stel die maskerhint natuurlijk, voordat het seizoen werd uitgezonden, dat ook een officiële hint is, dan kunnen ze dat nu ook niet meer weghalen of zo. Of, Nee, het is al precies. gebeurd, dus Ja. ja. En ik neem aan dat ze nu ook niet nog afleveringen gaan editen, zodat Kim in de komende afleveringen minder gaat opvallen. Ik neem aan dat ze dat gewoon allemaal hebben opgenomen, dus, Ja. en geëdit hebben. Dus. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe lang ze zo'n hoe ver van tevoren ze zo'n aflevering editen. Ik heb Want ook daar zouden geen ze idee. inderdaad nog mee kunnen spelen door mensen Ja. juist minder of meer verdacht te maken. Kijk, Welmoed is dan afgevallen nu. Dus ik zat vorige week nog op Welmoed. Gewoon puur omdat ik niet wilde dat Kim Lian het was. Ja, en dat was eigenlijk een van de weinige alternatieven. Ja, en Freysia. Ja. Ik vond haar in aflevering 2 gewoon wat minder verdacht. En in deze aflevering is dat wel weer iets meer geworden. Dus nou, straks gaan we het natuurlijk hebben over wie we op dit moment verdenken. Maar we gaan het gewoon eerst over aflevering 3 hebben, natuurlijk. Ja, zeker. Dit is de Molcast met Guido Verheijen en G. Kusters. Ja, leuk dat jullie kijken of weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Molcast. We gaan het over seizoen 22, aflevering 3 hebben. Weer drie opdrachten. Een soort ja, avontuurlijke opdracht wel. Wat fysieks eigenlijk. En ook wel een opdracht die erin zat waar je ja, toch wel een beetje psychologisch moest nadenken. Dat je de ander ook echt kon benadelen in een bepaalde situatie. Dat had natuurlijk vooral met troeven te maken. Dus er zat van alles wel een klein beetje in deze Ja, aflevering zeker. eigenlijk. En Ja, een lezing vind ik ging. altijd wel leuk als ze een beetje een mengelmoes van verschillende opdrachten hebben. Ja. Dus dat had het allemaal eigenlijk wel. Of we nou ook echt opdrachten hebben gezien waar de mol nou heel actief bezig had moeten zijn, Ja. dat valt nog te speculeren, maar. Ja, we waren net al een beetje met elkaar aan het overleggen dat we allebei wel vonden dat je in opdracht 1 bijvoorbeeld moeilijk kon mollen. Ja. Aangezien het gewoon ook een beetje op skill gebaseerd is, of je dit kunt of niet. Op spierkracht en op inzicht. Dus ja, Ja. is dat heel makkelijk in te mollen. Ja, ik vond het van niet in ieder geval. Nee, want laten we die opdracht er dan ook inderdaad gelijk maar bij pakken. Dat was de opdracht net of net niet. En je hebt drie kandidaten die staan eigenlijk aan een soort van. Het is niet echt een strand, maar meer een soort kust eigenlijk. En dan zit de rest eigenlijk in het water. En daar staan dus ook die goals waarin geschoten moet worden met catapults. En er zijn vier gaten. Volgens mij zijn er twee kleine bootjes met 500. Maar dat zijn best wel kleine gaten waar echt heel nauwkeurig geschoten voor dient te worden. En je hebt nog middenin heb je eigenlijk twee gaten zitten. Die zijn wat groter met 250 of min 250. Ja, die liggen wat dichter bij de kust, om het maar even zo te noemen. Ja, je hebt dus drie kandidaten die eigenlijk gaan schieten. Dat zijn Thomas, Letitia en Everon. Maar dat is misschien wel opvallend. Aan het begin van de opdracht vragen ze vooral wie wil er schieten. En ik denk dat dat wel de molpositie zou moeten zijn. Als je toch nog een klein beetje Ja, invloed op het spel wil uitoefenen. ik denk het wel. Ja, of je zou als mol zijn de heel traag die ballen weg terug moeten gooien. Maar dan zijn er alsnog vier anderen die het wel snel doen. Dus dan kun Ja. je beter een van die katapulten Ja. daar wat minder vaart in brengen. Dus dan is het misschien wel verstandig om even te kijken naar wie er nou graag wilde schieten. Dat waren Thomas, Sahil, Efron, Letitia en Freysia. Dus dan zou de mol daarbij moeten zitten, zeg jij. Dat zou wel de duidelijkste positie zijn. Ja. Ja, of de Maar zoals mol. ik net ook al zei, ik vond het een opdracht waar je moeilijk in kon mollen. Wat Ja. volgens mij ook wel bleek, want er zijn twee ballen ingeschoten.
Nou ja, niet iedereen is een mol. Dus mensen die echt hun best hebben gedaan, hebben er ook niks in geschoten. Nee. Dat is waar, ja. Ja, dus, ik zat me af te vragen... Volgens mij was het ook gewoon heel moeilijk. Ja, dat denk ik ook inderdaad. En ik zat me nog af te vragen van... Misschien kan de mol dan bij een van die bootjes van €500... toch nog een beetje proberen om dat bootje zo ver mogelijk naar achteren te houden. Dat in ieder geval daar geen bal ingeschoten gaat worden. Nou, maar... ik vond zeg maar Rick's uitleg was alsof degene met die bootjes echt best wel ruim konden neerleggen. Maar als je het zo zag, was het echt, konden ze echt volgens mij like 5 centimeter die bootjes verplaatsen. Ja, want dat zei hij inderdaad. Heel, je kan ze een beetje versturen echt... of zo. Hè? Ja, maar volgens mij was het gewoon een klein beetje naar links, een klein beetje naar rechts. Maar er zat echt heel weinig speling in, als ik het zo zag. Ik kan het ook verkeerd gezien hebben, maar het zag er nou niet uit. Alsof degene die bootjes bestuurde er heel veel, heel veel aan konden doen dat die ballen er langs gingen. Het waren eigenlijk een beetje de ballenjongens van de 3 die aan de kant stonden te schieten. Ja. Ja, precies. Ja, ik denk dat je daar niet wil zitten als mol zijnde. Nee, het zou niet de meest ideale plek zijn. Nee. En ik zou ook gewoon als kandidaat zijnde ook gewoon even wisselen tussendoor. Ja, zeker. Want om te kijken van, jullie hebben nou alles misgeschoten. Dus kijken, zeg maar, als ik niks raak schiet, dan is het niet, zeg maar, beter dat jullie doen, maar ook niet slechter. Dus nee. Gewoon nee. Even kijken hoe dat gaat. Want je ziet op een gegeven moment, is dat volgens mij Arno die er later nog bij komt? Ja, en Arno hij gaat op zich wel lekker. Bij. Nou ja, in het begin gaat het ook slecht, maar hij komt er wat sneller in als de rest of zo. Ja, en Kim Lian zie je dat volgens mij later ook nog even doen. Die gaat dan bij Evron achterop zitten, waardoor er net wat harder geschoten kan worden. Ja. Ik denk dat dat ook de tactiek van deze opdracht was. Je zal er gewoon 6 kandidaten aan de kust moeten laten zitten. Die zouden gaan schieten. Want dan heb je veel meer kracht op dat elastiek zitten natuurlijk. Dan schiet je ook veel verder. Ja, dat nou ja, ik vraag me dat heel erg af. Want dat is heel onhandig, hè. Hoe dat... Want zeg maar, als je het zelf zo wegtrekt, want uiteindelijk hou je het toch een beetje met je armen vast en niet met je rug. Kijk, en of niet met je hele lijf. En als je met je hele lijf doet, dan kan niemand je tegenhouden. Maar omdat het voornamelijk met je arm is waar je het mee doet, vraag ik me af hoeveel iemand die erachter hangt daadwerkelijk toevoegt. Ik weet het niet, ik heb het nooit geprobeerd. Nee, ik ook niet. Het lijkt me wel een leuke opdracht om het eens een keer zelf mee te maken. Het was fantastisch om te zien. Ja. Maar ik denk, ik weet niet. Ik denk dat ook minimaal toevoegt, hoor. Ja, die 500 die was sowieso onmogelijk. Dat was sowieso niet te beginnen. Ja. Volgens mij was het moeilijke in deze opdracht gewoon niet per se het schieten, maar het accuraat schieten. Want kijk, of je nou een meter naar links of naar rechts schiet, volgens mij is dat heel moeilijk om precies te mikken. Ja, dat denk ik ook. En je zag ook echt dat die bal stuiterde op een gegeven moment ook op dat water. En het was echt gewoon meer geluk dan wijsheid dat die bal ook echt daadwerkelijk in dat goal terecht kwam. Dus daarom denk ik ook dat het plus 250 en de min 250 die geschoten zijn, dat gewoon toevalligheden zijn geweest. Ja. Kijk, ze zaten wel allemaal een beetje in die richting. Maar de marge die je fout kunt hebben, of die je qua richting kunt hebben, is zo klein. Dat het niet per se gemikt het min 250 was bijvoorbeeld. Nee, dat is waar. Oké. Maar goed, stel Kim Lian is de mol, hè? Zou je dan als mol zijnde dan een kandidaat gaan helpen bij die katapult? Dat vraag ik me dan vooral af. Dat lijkt me niet dan, toch? Nee, dat is wel zo. Maar aan de andere kant denk ik ook van... hoeveel geld verwachtte de mol nou daadwerkelijk dat er met deze opdracht binnengehaald zou worden? Ja. Is het erg als er met zo'n opdracht misschien €250 of €500 de pot in komt? Als je het daarmee zelf niet verdacht maakt. Ja. Nee, dus daarom... Zo van die €250 kan de mol nog wel leiden eigenlijk. Precies. Ja. En dat is misschien ook wel een beetje omdat ik op Kim Lian zit op het moment dat ik dat zo denk. Maar ja, weet je, ik vond de opdracht gewoon te moeilijk eruit zien om... zeg maar, als ik mol zou zijn, zou ik er niet te veel moeite in stoppen. Want dat zag er zo moeilijk uit. De kandidaten verprutst het zelf eigenlijk al. Dan hoef je jezelf niet meer heel veel aan toe te voegen. En dan de tactiek van Letitia, die eigenlijk gewoon heel rustig aandeed. Wel moet benoemen dat ook. Zou dat dan de tactiek moeten zijn voor de mol? Dat je het gewoon tempo doet? Doen alsof je wat aan het doen bent. Maar dan inderdaad, maar gewoon die bal niet ver genoeg schieten. En, of juist te ver. Of, een beetje treuzelen. Ik denk dat dat voornamelijk... Maar dit werd ook weer zo in beeld gebracht dat ik denk van...
als dit nou de molactie zou zijn geweest van deze opdracht, dan zouden ze het ook weer niet zo in beeld gebracht hebben. Het werd heel specifiek in beeld gebracht. En vaak zie je dan ook in die laatste aflevering dat de dingen die gebeurd zijn niet heel specifiek in beeld zijn gebracht. Ja. Dus dan heb ik al gelijk zoiets van, oké, dan is Letitia het dus niet. Ja, ja, dat zou je dan kunnen zeggen, inderdaad. Aan de andere kant, we hebben al vaker dit soort dingen gezien. Dus er zal vast wel een keer een moment komen dat de mol ook gewoon daadwerkelijk in beeld aan het mollen is. Ja, precies. Ja. Ze kunnen het niet doen, want anders kun je op basis daarvan al bepalen wie het is. Ja, precies, ja. Dus. Maar in ieder geval, het is een leuke opdracht om te zien, maar volgens mij geen goede opdracht om geld te verdienen. Nee, dat denk ik ook. En ja, vorige afleveringen verdacht ik Freesia natuurlijk heel erg. Dus ik heb ook wel weer naar Freesia zitten kijken. Gedurende de aflevering had ik ook wel weer in de gaten dat wel moet het eigenlijk niet was. Dus ik had er ook al best wel weer snel spijt van dat ik wel moet had gekozen. Maar in aflevering 2 was ze best wel verdacht aan het doen. En viel Freesia gewoon een stuk minder op. Ja. Dus ik zat vooral ook weer naar Freesia te kijken. En die was nu bij die boot van 500 euro was ze vooral deed het bezig. Nou, dat was gewoon een beetje een dobberen volgens mij. Ja, dus ik dacht van ja, als dit nou de mol is, dan doe je ook niet echt veel. Ja, je bent hooguit aan het proberen om die 500 euro zo ver mogelijk weg te houden. Maar ja dat ging bij... volgens mij toch niet opgeschoten. Nee. Dus... volgens mij zijn er in het begin een paar pogingen gedaan. En toen was het van, ja, weet je, laat maar zitten. Ja, dus... ik denk dat hier weinig uit op te merken valt. En er wordt dus ook geen geld verdiend. Want er komt 250 euro bij en dan gaat hij 250 euro af. Ja, En ik weet niet of ik Arno hier nou veel verdachter door vind. Of dat ik Evelon daardoor juist minder verdacht vind. Ja. Helemaal niet eigenlijk. Ik sla hem eigenlijk in mijn gedachten niet op deze opdracht. En ik neem het ook niet mee naar de volgende afleveringen. Nee. Dus ja... ik denk dat we het beste naar de volgende opdracht kunnen kijken... die wel een stuk interessanter was, volgens mij. Dat was de lasergame-opdracht, waar rook is vuur. Er worden 3 teams gevormd van 3 kandidaten... en die mogen dan het lasergame-parcours in, om het maar even zo te noemen. Er zijn kistjes daar te vinden met sloten. En op die sloten zit een soort vingerafdrukherkenning. Dus ieder kistje hoort bij 1 kandidaat. En dan moeten ze nog wel ervoor zorgen dus dat ze ook weer het geld mee uit het parcours nemen. En dan is het pas binnen en dan wordt het dus geteld bij de pot. Het begint al gelijk bij de groepsverdeling, waarin Kim Lian op een gegeven moment bij een ander groepje zou willen horen. Ja. Dat komt volgens mij doordat ze samen met Hila in een bondje zit en ze wil dus niet graag met Hila in een team zitten. Nee, dus op zich een logische vraag dan. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Dat zie je wel vaker natuurlijk, dat er als er groepjes gevormd worden, dat dan 1 of 2 personen een beetje moeilijk gaan doen, omdat ze bij iemand anders in de groep willen. Ja. En vaak is het dan een beetje degene met de grootste mond die uiteindelijk het voor het zeggen heeft. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, en Kim Lian krijgt dit soort dingen dan wel voor elkaar. Ja. Behalve bij die groep van Letitia, die gaf echt niet prijs, volgens mij. Nee, die gaf niet van, dat gaan we niet doen. Nee. Er werd nog een smoesje verdacht van, ja, er moet per se een man bij dit team. Want dat is hoe het hoort. Want dan hebben jullie meer slagingskans. Maar dat trapte dat ene team echt niet in. Die had zoiets van, ga maar met dat andere team. Want bij ons gaat dat niet gebeuren. Dat zat er nog niet in, inderdaad. Dat is ook nog wel grappig bedacht. Maar ik denk dat andere team ook wel door had van, ja, volgens mij ben jij gewoon een team met Hila en wil je gewoon niet... Ja, vaak hebben mensen volgens mij wel een beetje een idee van, die is een bondje met die en die met die, et cetera. Ja. Dus ja, goed. Dan gaan we bij het eerste team maar eens beginnen. Dat is het team van Hila, Welmoed en Thomas. Waarbij Thomas de enige weer met geld uit het veld komt. Ja. 210 euro is dat. En de andere 2 worden eigenlijk al snel weer afgeschoten daarna. Ja, en het idee van de opdracht was ook dat zeg maar, ze een portefeuille bij hadden. En dat ze door konden geven waar bijvoorbeeld kistjes stonden. En dat hun dan een kaart konden tekenen. Nou, volgens mij is het met dat kaartteken helemaal niks gedaan, deze opdracht. Nee. Moet ook zeggen dat het volgens mij vrij moeilijk is om dat van zoiets te doen. Als je blanco moet beginnen. Want ja, mensen zijn vooral op het letten zie je kistjes. En niet direct van waar staan obstakels, waar kan ik langs, waar kan ik niet langs. Dus dat was een beetje too much, denk ik, voor deze opdracht. Ja, en daarnaast het was licht, dus die... en ik moet zeggen, dat rook-effect was ook niet heel erg aanwezig in het was niet zo heel spannend gemaakt of zo. Nee, maar ik denk dat inderdaad, als het in het donker gedaan was, dat het dan al veel dramatischer of zo was.
Ja, want ik kan me herinneren in het vorige seizoen met die blacklight ballerina's en zo. Ze maakten het heel spooky en die ballerina's waren gewoon heel erg mooi gekleed. En het had zo'n hele scary vibe of zo. En dat was nu echt totaal niet aan de hand. Want het was gewoon... Ja, er waren een paar van die rookflares waardoor het wel een beetje rokerig was. Maar dat was na één groepje was dat ook alweer uitgewerkt. De rest was gewoon heel duidelijk te zien eigenlijk. Ja, en die schutters waren ook niet heel spectaculair gekleed of zo. Ze waren ook best wel goed zichtbaar gebracht. En, beetje militair-achtig. Ja, inderdaad. Ja, ja. En daarnaast had ik ook niet echt het idee dat het speelveld nou ook heel groot was of zo. Het was best wel klein. Ja, ik had een heel slecht beeld van of het ook groot was of niet. Want ze konden toch wel echt flink rennen volgens mij. Ja, maar die kistjes lagen heel dicht bij elkaar, dus... Oh, ja, ja. Ik heb er eerlijk gezegd niet zozeer op gelet. Maar als je het zegt, ik geloof je... Ja, dus ja, misschien wel een van de minst goed uitgevoerde lasergame opdrachten qua afgelopen seizoenen. Maar goed, het is altijd leuk dat er zo'n opdracht in zit natuurlijk. Ja, zeker. En het was toch wel weer anders nu dat ze inderdaad ook het juiste kistje moesten vinden. Maar wat jij zegt inderdaad, ik kan me voorstellen dat als je die portofoon in je handen hebt, dat je ook niet zo graag geluid wil maken. Want dan trigger je natuurlijk ook wel weer die schutters. Positie. Ja, en wat er ook al gezegd werd toen het in het begin geprobeerd werd, toen was er ook heel veel ruis, waardoor het niet echt lukte. Dus ik denk dat het wel slim is dat ze dat op een gegeven moment gewoon hebben gezegd van ja, daar gaan we mee kappen, dat doen we niet. We gaan gewoon voor die kistjes. En... Ja. En als we terugkomen kunnen we wel zeggen van ja, jouw kistje staat links, jouw kistje staat rechtdoor. Ja, want konden ze dan zien wie welk kistje was? Want dat was volgens mij ook niet helemaal het idee. Nee, dat kon je volgens mij niet. Maar ze konden natuurlijk wel doorgeven waar dichte kistjes staan. Ja, dat inderdaad. En je kan zeggen van oké, ik heb hier een paar kistjes gezien inderdaad. Daar heb ik mijn vinger op gedrukt. Dat lukte niet. Dus dat moet een van jullie zijn. Want ons team heeft dat allemaal geprobeerd en dat werkte niet. Ja, precies. Beetje op die manier inderdaad, ja. Ja. Wat moeten we ervan zeggen? Alleen Thomas die komt dus met geld mee terug. En Welmoed helpt hem daar nog wel bij. Om weer terug te laten keren naar die andere kandidaten die buiten staan te wachten. Welmoed is niet de mol. Dus dat nu hadden we er eigenlijk al nogmaals kunnen afstrepen. Dat had ik eigenlijk ook wel gedaan in de aflevering. Ja. Ook wel door deze actie. Daarna zie je dat die andere twee ook heel snel afgaan. Precies. Zag jij daar nog voor de rest verdachte dingen? Of is het je weinig opgevallen? Niet direct. Nee. Nou ja, weet je... als je, ik denk, in deze opdracht voor geld wil gaan... dan is denk ik het beste wat je kunt doen... met z'n allen bij elkaar blijven. Want dan kun je gewoon van kistje naar kistje gaan... allemaal proberen... en dan uiteindelijk één iemand al het geld geven... en dan als een soort bodyguard eromheen staan... dat hij niet afgeschoten kan worden. En dan kun je gewoon terugrennen. Maar ja, dat doet eigenlijk niemand... Dus, ik denk dat als je deze opdracht zou, zeg maar, het maximale eruit zou willen halen, dan zou je het op die manier doen. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon wat rustig de tijd neemt. Want wat we aan het einde van de opdracht zien is volgens mij dat ze echt nog iets bijna van 20 minuten overhouden of zo. Dat je echt denkt van had gewoon even die tijd gepakt. Je hebt 3 kwartier de tijd in totaal. Wat je ook ziet in de volgende groep is dat, volgens mij was het Freesia, die rent erin, die pakt een extra leven en die is alsnog binnen een minuut zo afgeschoten of zo. Ja, dat viel mij ook op, ja. Inderdaad, ze heeft op een gegeven moment 3 levens. En daarna is ze ook in het volgende shot dat we haar weer zien, is ze alle 3 de levens kwijt en is ze af. Ja. Maar dat vind ik dus eigenlijk heel raar. Want aan de ene kant kun je zeggen van ja, dat is molle, want je kunt toch geen geld in het team spelen. En die bewakers, zeg maar, die hebben meer kans om andere mensen af te schieten. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, je hebt dus ook geen kans om geld weg te moffelen. Nee, dat is waar. Ja, of ze heeft dat al gedaan, maar... Ja, precies. Maar dat leek me heel sterk in zo'n korte tijd. Ik vraag me überhaupt af of de mol de mogelijkheid heeft gekregen om alle kistjes te kunnen openen met zijn of haar vinger. Daar had jij natuurlijk iets van op Instagram staan. Dat er geld... Ja. Dat het leek alsof Kim Lian geld weggooide. Ja, maar ze gaf aan dat ze geen geld had verdiend. Precies, ja. Kijk, wellicht heeft ze dat uit een kistje gehaald van iemand van die al geweest was of zo. Of, ja of dat vond ik heel raar. Want... Aangezien je niet... de kandidaat niet weten of het hun kistje is die open is. Hmm. Ja, dat vond ik heel raar in de aflevering inderdaad. Want je ziet volgens mij is 5 of 6 kistjes worden in beeld gebracht met Kim Lian, dat ze de vinger erop drukt. Ook volgens mij haar duim. Dus dat was ook nog even dus een speculatie dingetje van... had ze niet gewoon haar wijsvinger moeten gebruiken of haar duim. Dat is natuurlijk ook verschillend.
Maar inderdaad, we zien in de aflevering, in de beelden zelf, zien we niet dat Kim Lian een kistje opent. Dus het zou kunnen zijn dat ze dat natuurlijk buiten de montage om wel heeft gedaan. En dat ze haar eigen kistje en dus haar eigen geld weggooit. Maar het kan ook een kistje van een van de andere kandidaten zijn, als zij dus de mol is en ze heeft mogelijkheid tot het openen van kistjes. Ja, precies. Het zou kunnen, maar we zien haar wel inderdaad duidelijk geld weggooien op een gegeven moment. Dus ja. 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 Het begint toch wel echt na te neigen dat zij wel echt de mol is. Want ja, waarom zou je anders geld weggooien? Wel van die hele, obvious dingen of zo. Ja. Ja, kijk, je kunt het. Zeg maar, je kunt het niet. Het is eigenlijk net te onscherp om te zien of het echt geld is. Maar ja, het lijkt wel echt verdacht veel op een rolletje geld. Ja, het zou nog een papiertje of zo kunnen zijn, maar het is wel iets van papier. Of... Maar dan denk ik echt van, wat zou het anders moeten zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Nee. Ja, en het is ook op een gegeven moment confronteert Freesia daar ook mee. Hè? Met dat ze in aflevering 1, de eerste opdracht, daar kon €1500 verdiend worden. Er werd maar €1400 verdiend. Dat was die opdracht met troeven en aftroeven. En daar confronteert Freesia haar dan ook op een gegeven moment weer mee. Met, hey, je hebt er nog €100 achtergehouden. En dan zegt volgens mij wel, moet hij ernaast staat van, ja, we gaan even jouw tas controleren, Kim Lian. En ja, Kim Lian, nee, dat gaan we niet doen. Precies. Dat snap ik op zich ook wel, als kandidaat zijnde, dat je ook zoiets hebt van, ik wil niet zo graag dat er in de tas gesnuffeld wordt. Ja, nee. Maar ja, het is wel... Ik was ook nog aan het denken, misschien dat het geld dat ze weggooiden, misschien dat die €100 is geweest. Ja, dat zou nog kunnen. Maar, ja, dat zou kunnen wat je zegt, ja. Maar dat zie je wel vaak natuurlijk. Dat zag je toen ook, toen Jeroen de Mol was volgens mij, dat hij bij een van de eerste opdrachten hield die geld achter, wat hij vervolgens in een andere opdracht gebruikt om... de opdracht te saboteren. Ja, dat was Merel, was dat. Of Merel. Ja, die had toen in het lezenlabyrint had ze toen geld bij de andere kandidaten weggepakt. Toen had ze het gewisseld. Ja. Had ze 1500 ergens uitgehaald en had ze er maar iets van 100 of zo ingedaan. Ja, klopt, ja. Ja. Dan leek het toch alsof ze geld had verdiend en had ze eigenlijk heel veel geld wat in de pot had kunnen komen er al uitgehaald. Dus ja, precies. Ja, heel slim is dat. Dat is qua, als je dan het geld aan het volgen bent qua follow the money, dan zie je wel in het begin van zo'n opdracht staan van, oh, je kan zoveel geld verdienen in deze opdracht, maar het geld ligt er dan al gewoon niet meer, dus nee, precies. Ja, dat is wel heel slim natuurlijk. Maar wat je zegt, misschien is het die €100 van de eerste opdracht, maar dan vind ik het wel raar dat je het pas in een opdracht later weggooit. Ja, maar ook omdat het een opdracht is waar andere mensen in principe niet zien dat jij iets met geld doet. Ja. Zeg maar, het zal veel logischer zijn om dat te gebruiken in een opdracht waardoor jouw medekandidaat het idee krijgen van, oh kijk, ze verdient wel geld. Ja, ja. Dus dan zou het niet slim ingezet zijn. Maar goed, dat is maar een speculatie. Ja, dat is waar. En wat ook gek is, is er kon €2000 verdiend worden in deze opdracht. En wat we volgens mij al bij... wie was het nou die net geld verdiende? Bij Sahil of... Oh, bij Thomas pakte €210. Dus dan zitten er wel verschillende bedragen qua kandidaten precies. In de kistjes. Want wat je ook ziet is in de laatste groep pakken ze... volgens mij pakt iedereen geld daar. Ja. Alleen pakt Sahil maar €100. Ja. Maar als je kijkt... Letitia pakt €220. Arno pakt €210. Dus er zit toch wel inderdaad echt verschil in het aantal bedragen. €100 is dan wel echt veel minder, maar ja, valt dus niet uit te sluiten. Nee, en we hebben gezien dat Sahil wel degelijk €200 uit het kistje pakt. Want je ziet wel dat hij meerdere biljetten uit het kistje pakt. Ja. Maar hij komt met €100 bij de finish aan. Dus dit zou ook weer een kandidaat kunnen zijn die geld wil achterhouden. Waarom, ik zou het niet weten, maar... Ja. Of een mol. Of een mol, ja, die dan het geld verduistert. Ja, dat zou ook kunnen. Of hij is het kwijtgeraakt, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat als hij het kwijt was geraakt, dat er dan zo'n biefstukje bij was gekomen waar hij zegt van, ja shit, ik ben gewoon €100 kwijtgeraakt en terugweg. Een beetje zoiets. Was het niet zo dat, ik zit even naar dat jubileumseizoen te denken, daar was dan volgens mij ook een kandidaat die geld achterhield. Was het niet bij de eerste de opdracht dat ze die kistjes op een gegeven moment langs gingen en toen had Horus volgens mij geld gepakt? En ja, volgens mij klopt. Leverde hij dat geld later pas in of zo, ja. Ja, €200 had hij toen gepakt. Ja. Ja, dat was ook gewoon puur om wat voor reden dan ook. Ja, ik weet niet meer wat het was, maar hij had inderdaad geld achtergehouden voor een of andere reden. Ja,
En toen ging hij er volgens mij uit en toen leverde hij dat geld alsnog in. Dus ja. Je ziet wel dat het wel eens vaker gebeurt dat inderdaad een kandidaat dat geld achterhoudt. Mm-hmm. Nu ging ik nog even een beetje nadenken en toen dacht ik van ja, die 100 euro zou ook nog door Sahil gepakt kunnen zijn in de eerste aflevering. Want hij was wel in het team van kandidaten dat die dat geld kon verdienen. En dat dat nu die 100 euro is en dat hij dan zelf geld en dat die 200 bedrag dat heeft weggegooid of zo. Ja, dat kan natuurlijk maar ook nog. Hè? Dat lijkt mij te verdacht, aangezien de rest van de kandidaten wel een bepaald bedrag verdient. Zeg maar, en je niet in die richting zit. Dus dan denk ik van ja. Dan maak je jezelf misschien juist verdacht. Ja. Dat is ook zo. De rest nog opviel is bij Letitia. Die laat ook het geld vallen voordat ze bij het einde van het parcours is. Maar ze raapt wel alles weer netjes op. En daar heb ik ook zoiets van, dit is wel weer zo'n anti-mol actie. Je zou ook gewoon wat geld laten liggen. Dan had je makkelijk even iets kunnen laten liggen. Of... Ja. Dus je krijgt Letitia wel een minnetje als mol voor mij. In ieder geval, dat voor mij ook. Van, dat dacht ik inderdaad ook al. Ja. Dan hebben we denk ik alles wel besproken. Zijn er vier kandidaten die geld opbrengen? Ja. Dat is ook nog wel een grappig dingetje. Sahil die Arno dan nog... Arno die Sahil dan nog raakt met het deze game. Inderdaad. Ja, maar dat was gewoon denk ik ook gewoon echt weer zo'n gevalletje dat het per ongeluk ging. En... Zo zag het er wel uit. Ja, ik zie daar ook niet echt iets achter of zo. Maar... Nee. Ook omdat ik Arno niet direct vertank, zie ik dan niet echt een actie in. Nee, dat heb ik ook. Ja, en hij verdient wel gewoon geld bij deze opdracht. Dus, ja, precies. Dus, ja. Ik denk niet dat de mol bij dat laatste groepje zat van drie kandidaten die geld verdienen, eerlijk gezegd. Dan komen we denk ik bij de derde opdracht. Ja, die psychologische opdracht. Die was wel leuk, vond ik. Die was heel leuk, ja, vond ik ook. Ja, de opdracht heet Vakbondje en de penningmeester, die heeft het hier wel voor het zeggen eigenlijk. Mm-hmm. Want die mag niet meedoen met de opdracht zelf, maar die kan uit 4 enveloppen een zwarte vrijstelling trekken. En weet natuurlijk dat er in de opdracht verschillende troeven verdiend kunnen worden. Dus, maar ze kan zichzelf het een beetje gemakkelijker maken. Ze kan voor 500 euro 1 envelop wegkopen. Of 2 enveloppen wegkopen voor 1500 euro. Ja. En dat doet ze uiteindelijk. Ze gaat voor 1500 euro uit de pot. En pakt dan ook één of twee kans de zwarte vrijstelling eruit. Ja. Ja. Ik denk dat in iedere envelop een zwarte vrijstelling zat. Dat zat ik ook aan te denken, ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat het niet interessant was geweest als er geen zwarte vrijstelling in het spel was gekomen. Nee. Dit is gewoon echt een stukje... Het is veel leuker als hij wel in het spel komt als dat hij niet in het spel komt. Dus gewoon iedere envelop heeft er één. En dus gewoon kijken hoeveel geld ze er tegenaan willen gooien om dat ding toch te krijgen. En om zeg maar die kans groter te maken dat je hem krijgt. In ieder geval, als ik productie was geweest, had ik het in alle enveloppen gewoon gestopt. Ik zat er ook aan te denken hoor, inderdaad. Want je komt er toch nooit achter wat in die andere enveloppen zat. Die gaan toch niet open? Nee. Nee. Het is te makkelijk. Ja, dat is waar wat je zegt. Ja. En als Hila de Mol is, dan is het helemaal makkelijk bij deze opdracht. Want zou je inderdaad voor 1500 euro uit de pot gaan. Ja. Dan is het überhaupt geen keuze. Dan is het gewoon 1500 euro en klaar. Ja. Maar goed, stel het is een kandidaat. Dan kun je in je achterhoofd houden. Oké, de andere kandidaten zouden in het gunstigste geval van hun allemaal een vrijstelling krijgen. Dan ben ik sowieso uit het spel. Want er waren nog 9 kandidaten over. Dus... Ik denk dat wat Evron op het einde ook zegt. Ik denk dat iedereen 2 enveloppen weg had gekocht. Ja. Maar goed, je merkt al dat er sommige kandidaten zijn die elkaar ook proberen te naaien in deze opdracht. Ja. Geval is Thomas, om eens gelijk even iemand te noemen. Ja, ik had het zelf ook al gedaan, denk ik. Ik denk dat ik zelf voor de drie joker was gegaan. Want de meeste kandidaten willen toch voor zo'n vrijstelling gaan. Mm-hmm. Terwijl ik denk van drie jokers is superveel waard. Want 3 vragen gewoon goed is sowieso al best wel veel. Ja. En... je kunt ze ook nog eens gespreid inzetten over verschillende afleveringen. Dus zeg maar, als je deze aflevering een vrijstelling in had gezet... dan was hij uit het spel. Ja, dat is super zonde. En terwijl als je bijvoorbeeld maar 1 of 2 jokers had gezet... had je net zo goed nog voor de volgende afleveringen wat. Ja, dat is het grote voordeel van 3 jokers inderdaad. Dat je echt kunt verdelen. Je kunt het wat spreiden. Ja. Dus, en de kans dat jij ze krijgt is veel groter... Als dat, en dat iemand anders dan niks heeft. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik wist wel, toen Welmoed en Kim Lian samen het spel aan het spelen waren. En
wel moet en Kim dan eigenlijk afspraken, oké, we gaan voor die 1500 euro. Toen wist ik sowieso, oké, als Kim Lian eerder haar zak geld gaat laten vallen, dus op een joker of zo, ja, maar in ieder geval niet op een geldbedrag, is ze sowieso de mol. Ja, zo bedoel je. Ja. Want je kunt het heel makkelijk verbergen. Je kunt gewoon zeggen van, ja, ik heb veel liever troeven op dit moment in het spel als 1500 euro. Wat best wel kan, want iedereen gaat voor troeven. Dus ja, het is niet alsof, want ja, dan kun je van iedereen zeggen dat ze de mol zijn. Je naait die ander erbij, omdat die ander sowieso zegt van, ja, ik wil eigenlijk wel heel graag voor het geld gaan. Ja, terwijl je als mol zijnde dus juist eigenlijk je grote voordeel is, ik wil geen geld in de pot. Ja, en dan, dus toen had ik zoiets van, sowieso als zij die zak geld laat vallen, of als zij hem eerder laat vallen, dan is ze sowieso de mol. Maar dat heeft ze niet gedaan, dus op basis daarvan kan ik dat niet zeggen nu, maar... Ja, precies. En je ziet wel, Moet die gaat dan voor 1500 euro. Nou, dat zou... Dat zou alleen een kandidaat doen. Een mol doet dat niet, ja, inderdaad. Zeker. Nee. En dan zie je Kim Lian daarna nog wel het zakje laten vallen. Maar dat heeft dan helemaal geen invloed meer. Dat heeft meer. Geen effect nee. meer. Nee, precies. Nee, inderdaad. Dus... En wat ook het fijne aan deze opdracht is... je hoeft niet te verantwoorden naar je groepsgenoten wat je hebt gedaan. Want volgens mij weet niemand van elkaar wat ze nou gepakt hebben. Tenzij je bij elkaar in die arena hebt gestaan. Klopt. Ik heb toevallig vandaag even een... ze plaatsen de loop van de week plaatsen ze extra video's over wat er nou gebeurt om de afleveringen of om de opdrachten heen eigenlijk. En daar hadden ze een stukje over de executie. En dan vraagt ook iedereen aan elkaar na die executie van... Oh, wel jammer dat wel moet weg is, maar wie heeft nou wat ingezet inderdaad? Ja. En dan hoor je ook echt Freesia volgens mij zeggen van... Ja, ik heb mijn vrijstelling ingezet. Terwijl ze die gewoon nog bewaard heeft. Ja, precies. Ja, dus, ja. Ja, ik denk niet dat iedereen van elkaar weet wie wat heeft ingezet en wie wat kwijt is. Ik vond het wel dapper van Thomas dat hij ook gewoon voor zichzelf durft te gaan. Ja, zeker. Dat moet je maar durven. Ja. Maar ik denk aan de andere kant ook, het is een spel. Je kunt ervan uitgaan dat iemand je een keer gaat naaien in het spel. Dat is hetzelfde van, je kunt zo'n goede vrienden zijn, maar als je Monopoly speelt en iemand komt op de Kalverstraat, wordt hij toch gekocht. Ja, dat is waar, ja. Hoe hard je hem iemand anders ook gunt. Precies. En Efron daagt het ook zelf al een beetje uit door van tevoren al te zeggen van... Ja, ik verdenk ik jou. Niet, ja. Dus... Hij doet te zeggen van, ik vertrouw je niet. Ja, dan waarom vertrouw je hem dan toch? Ja. Als je toch al weet dat je hem niet vertrouwt. Ja. Nee, dus dat vond ik al niet zo heel slim van hem om dat van tevoren te zeggen. Ik had dat sowieso niet gezegd, denk ik. Nee. Klopt. Ik ook niet. Dan heb je nog Freesia en Letitia. Die zorgen ervoor dat ze samen een vrijstelling krijgen. Dus allebei één. Mm-hmm. En Sahil en Arno die hebben ook eigenlijk een soort van bondje gesloten. Om het dan ook allebei maar een vrijstelling te krijgen. Ik denk als je niet elkaars hoofdgedachte bent. Dat je heel makkelijk voor zo'n vrijstelling kunt gaan hier. Ja, precies. Maar als Thomas je kijkt, Arno zit niet op Sahil en Sahil zit niet op Arno. Nee. En Letitia zit niet op Freesia en Freesia zit niet op Letitia. Dus dan kun je dat elkaar wel gunnen, bedoel jij? Ja, precies. Dan is dan denk je wel, oké, je bent een kandidaat. Misschien als we elkaar gunnen, dan gaat een andere kandidaat eruit. Want ik weet al dat jij het niet bent, zeg maar. Ja, zo ja. Ja, op die manier. Ja, wat kunnen we voor de rest nog zeggen over deze... opdracht. Niet zo heel veel, denk ik. Nee, ik denk, we kunnen nog even als je gaat kijken naar wie wat in heeft gezet, wat wij in ieder geval weten en wat eruit is gegaan, dan weet je dat Thomas nog sowieso één joker heeft. Ja. En dat volgens mij Sahil, Freesia en Letitia nog een vrijstelling hebben. Dus Arno is eigenlijk de enige die hem kwijt is geraakt. Ja, en Thomas dan twee jokers inderdaad. Maar het was sowieso volgens mij niet heel slim om nu dingen in te zetten, want volgens mij moest de zwarte vrijstelling ingezet worden, deze... Ja, dat weet ik dus niet. Want ik zet me af van was het niet slimmer geweest om dat laatste te doen, inderdaad. Ja, maar ik meende aan Rick's uitleg in de executie te horen dat als de zwarte vrijstelling gestrokken werd, dat die ook ingezet moest worden. Ja. Dat meende ik eruit op te maken. In ieder geval, zo klonk het heel erg. Zo werd het wel gebracht, dus lijkt het mij niet heel slim om nu iets in te zetten. Want je denkt van, de kans is best wel groot dat die erin zit. Ja, ik denk dat ik hem als kandidaat ook niet had ingezet. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Ja, en Arno en Thomas, die doen dat wel. Maar die zijn dus hun troeven kwijt. Want Hila zet hem dus wel in. Een typisch gevalletje van eigen schuld, dikke bult, volgens mij. Dat denk ik ook, ja. Nou goed, bij deze opdracht wordt dus ook niks verdiend. Je zou nog kunnen zeggen van...
De mol weet dat er al 1500 euro uit is gegaan door Hila. Ik weet niet of die informatie bekend is gemaakt aan de mol voordat ze begonnen met hun gedeelte van de opdracht. Ja, dat is de vraag altijd. Hè? Want dat wordt natuurlijk zo geëdit dat je niet echt een tijdsbesef hebt. Ja, want dan zou je nog kunnen zeggen van oké, als mol zijnde wil ik dan toch nog wel 1500 euro in de pot brengen. Want ja, dan blijft de pot gewoon zoals die nu staat. Want ik weet dat er geld uit is gehaald. Dat is ook soms bij zo'n opdrachten waar ze dan echt op de laatste seconde binnenkomen. Ik heb nooit het idee dat het op de laatste seconde is. Vaak hebben ze dan nog 15 seconden of zo. Maar het is natuurlijk veel spannender om te editen dat ze in de laatste 3 seconden dan binnenkomen of zo. Ja, dat is zeker waar, ja. Ja, het is toch een beetje tv dat je aan het maken bent, hè? Precies. Ja. Dus ik denk dat die timers zijn niet altijd even accuraat die je ziet. Nee, dat is waar. Nee. Kijk, dat kan ik ook mis hebben, maar ja. Ik ga ervan uit dat het niet zo getimed wordt. Nee, dat is zo. We zien de executie dus. De troeven zijn ingezet, maar die gelden dus niet. En dan zien we dus ook dat Welmoed naar huis toe moet. Ja. En dan gaan we maar even naar de verdenkingen. Laten we eens even de verdenkingen van de website erbij pakken. Ja, zeker. Als allerminst wordt nu Hila verdacht, met maar 6%. En dan heb je toch eigenlijk best wel een... heb je 2 uitstekers en de rest allemaal redelijk hetzelfde. Want Thomas, of Letitia 11%, Thomas 12%, Everon 12%, Arno 10%, Fresia 13%. Dus die zitten allemaal best wel dicht op elkaar. Ja. En dan heb je eigenlijk Kim Lian en Sahil als uitstekers. Waar ik zich best wel in kan vinden, inderdaad. Want dat zijn ook wel de 2 mensen die ik de meest verdachte dingen zie op dit moment. Ja, en is Sahil dan meer dan Kim Lian of zijn ze allebei evenveel? Nou ja, ik zie Sahil ook wel verdachte dingen doen, maar ja, ik zit nu een beetje in het Kim Lian tunneltje, dus ik vind Kim Lian natuurlijk veel verdachter. Dat krijg je dan. Ja. Maar welke percentages zitten daaraan vast dan? 18 en 18. Allebei 18, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb ook mijn kijkers natuurlijk weer even gevraagd wie zij verdenken. Ze hadden de vorige afleveringen telkens Kim Lian bovenaan staan. Dat is nu wel veranderd, want nu staat Fresia daar bovenaan. Met bijna 29%. En Kim Lian wordt nog steeds veel verdacht hoor. Ook bijna 24% op haar. Op nummer 3 staat Letitia op dit moment. Met 17%. En dan zie je ook wel dat er inderdaad de andere 5 kandidaten die overblijven. Die zitten echt 1 of 2% van elkaar af. Ja. En dan merk je wel dat Arno en Thomas echt het minst verdacht worden. Sahil eigenlijk ook best wel, terwijl die... Sahil best wel weinig, inderdaad. Ja, dat wordt best wel weinig verdacht, inderdaad, ja. Terwijl ik, als ik het nu zou moeten zeggen, dan zou ik denk ik Kim Lian op nummer 1 zetten en Sahil op nummer 2 voor mezelf. Ja. Maar ook gewoon puur omdat... en daarna denk ik Fresia, maar gewoon puur omdat de rest gewoon niet zo heel veel verdachte dingen doet. En dat zijn eigenlijk de enige mensen die nog wel eens wat ergens weg proberen moffelen, waar je niet direct kunt verklaren waarom er... een bepaald bedrag de pot inkomt, waarom ze op een bepaalde plek staan, en dat eigenlijk verspreid over alle 3 de afleveringen. Ja. Ja, ik vond deze opdracht ook niet nou de opdracht dat je zegt van ja, nu weet ik precies zeker wie de mol is, want ik heb weinig gezien in deze opdracht. Ja, zeker. Dus ja, je hebt het al een beetje verteld nu, maar even kijken, ik heb hier nog even opgeschreven wie jij de vorige podcast afleveringen verdacht. Dat waren Sahil, toen Letitia en vorige week Kim Lian. Ja, ja, ik blijf bij Kim Lian nu. Kim Lian. Ik ga nu settelen. Je blijft bij Kim Lian. Nee, ja, Oké. Nou, dat staat al genoteerd. Ik had Fresia en in aflevering 1 had ik Fresia. En in de vorige aflevering had ik Welmoed. Nou, ik denk niet dat ik weer op Welmoed ga. Nee, toch maar niet. Nee, ik ga gewoon weer stabiel naar Fresia toe. Toch wel. Ja, ja. Zoiets dacht ik al inderdaad. Ja. Ik heb haar weinig zien doen, deze aflevering, maar... Ja, het kan ook een tactiek zijn natuurlijk. Ja. En wat we al vaker zeggen, Kim Lian vind ik nog wat te veel in beeld gebracht. En ik hoop gewoon dat zij niet is eigenlijk, dus... Dat is het wel. Ja. Ik zet erop, maar ik hoop het eigenlijk niet. Nee. Want ik zou het zo zonde vinden. Ja. Of ze moet echt uit de hoek komen met hele verrassende molacties. Ja, en dan heb ik er nog wel een soort van vrede mee, maar... Precies. Voor nu vind ik het een beetje jammer dat die maskerhint dan misschien wel wat te voorspelbaar is. Het ligt er allemaal wat te dik op nu dat ze natuurlijk ook dat geld op een gegeven moment wegmoffelt. Dus het is te duidelijk dat ik het niet wil geloven eigenlijk. Maar, een beetje wat met Jan toen ook was. Ja, precies. Ja.
Eigenlijk, je weet eigenlijk dat, of je weet bijna zeker dat iemand het is, maar je wil eigenlijk toch niet vanuit gaan. Ja. Ja, precies. Ja. Dus ik ga voor Kim Lian. Of nee, wacht. Nee, ik ga voor Freesia. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Ik ga voor Freesia. Nee, Freesia. Verdenk ik nog maar eens eventjes een afleveringetje. En ze heeft nog een vrijstelling, dus de kans is ook nog groter dat ze de volgende aflevering haalt. Dus, ja, precies. Weer kun je weer die puntjes sparen. Precies, ja. Ja. Nou, dit was de aflevering voor deze week. En vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet ons even te volgen. Dat kan via Spotify, via een andere podcast app. En natuurlijk zijn we ook te bekijken en te beluisteren via YouTube. Volg ons daar ook vooral heel even op. En dan zijn we de volgende aflevering weer bij jullie terug, volgende week. Ja, nou, tot dan. Tot dan. Doei, doei. Doei.